Mijn naam is geen Kees en ook geen Jantien. Maar wat ik je wel kan vertellen, dit is nummer 18. Dames en heren, Rollercoaster Tycoon, Dudley. Ja. En jullie krijgen weer het outro van mij als intro. Oké, we krijgen gelijk House of Fun, die heeft een noodstop moeten maken. En dit is de aflevering waar wij natuurlijk de onderrijd laten zien. Ik heb stiekem natuurlijk eventjes heel snel gebouwd aan het torrentje, die heb ik afgemaakt. En ik zou zeggen, we gaan een testschip maken. En hoe we dat doen is, ik klik op het boomstammetje, ik ga kijken hoeveel wagentjes erin komen. Nou, zoals je ziet is het hele station nog niet helemaal afgerond al. Maar gaan we wel een rit maken in deze attractie. Oh jee, dat hoort niet, jongen. Oh, dit hoort ook niet. Oh jee. Awesome. Ik vind het wel gaaf dat hij zo'n jump maakt. Zo. Hij vliegt gewoon hier, joh. Moet je kijken. Zo. Vliegt hij nou? Lijkt net of hij vliegt. Ik zag een paar minpuntjes, dat weet ik. Jullie zagen hem ook gelijk. En hij ziet er niet zo spectaculair uit als ik had verwacht. Dat komt dat dus... hij is gewoon lastig om te maken. Een dark ride is sowieso heel lastig in rollercoaster. Want je moet met elk ding moet je rekening houden. Maar elk ding wat je ziet, moet je kijken of het allemaal wel netjes aansluit. En ja, vooral als we nu even verder moeten gaan bouwen aan dat stukje. Even kijken hoor. Screamworks. In een van die zit namelijk een set. En dan kan je met, voor mij Spaceworks. Daar zit dat plafond dat we hebben gebruikt. Even zoeken, hij zit hierbij. Ja, daar komen ze. De megafloor, die bouwen we dus iets meer naar daar. We kunnen hem ook gewoon dichtmaken, maar ik weet niet waar die onderuit komt. Kijk, dan ga je hem doorheen maken en dat is lelijk. Dat is ugly. Oké, ik probeer een beetje te fixen. Het is jammer dat je al door dat hele ding kan heen kijken. Dus wat we nu gaan doen, is ik ga één ding nog aanpassen aan de attractie. Ik zag trouwens ook de rotsen binnenin. Kijk, even kijken of ik die rotsen kan zien. Want dat is het nadeel als je een dak erop hebt, dan zie je echt amper nog wat van je attractie. Maar als ik even brutaal mag zijn en even wat dingen mag slopen, haal ik de rots even weg. Want dat was een boosdoenetje. Die was namelijk niet bevestigd op de grond. Ik vond ook dat hij nog vrij kaal was binnenin. Want je kan meer zien dan normaal. Dus ik moet nog wat bewegende dingetjes gaan toevoegen. Jullie krijgen een andere versie zeker nog wel een keer te zien. Oké, we bouwen alleen nog even... Oh, dit wordt een pain in the ass nu. Dat weet ik nou al. Oh jee, dit wordt een pain in the ass. Dit wordt echt heel kloten. Kijk, hoe gaan we dit doen? Zo. En dan moet ik een tweetje hebben, zo. Die moet ik zo gaan maken. Dat moet nou eenmaal. Ah, dit gaat goed. Ik voel het.
Zo, en nou moet als het goed is, mag je dadelijk niet meer door de plafond heen kijken en kan je de rest van de lucht zien. Want je zag net hoe je erin zat, kon je de buitenkant zien. Maar nu moet het helemaal afgeschermd zijn, als het goed is. Ik kan hier nog even kijken hoe we dit kunnen oplossen. Kijk, ik weet niet of het op te lossen valt, maar dat ik dit hier een hekje plaats. Oh, dat is allemaal kili-kili werk dit hoor. Dit is echt kili-kili werk. En daar moet hij achter ook nog één. Kan ik erbij? Ja! Oké, dit was echt kili-kili werk. Maar we hebben het gehaald. Oké, nou deze attractie is bijna klaar. Er moet nog een beetje meer detail zijn, maar dat ga ik later wel doen. Daar ga ik niet aan bouwen meer in de video's. Ik laat er gewoon uiteindelijk weer nog een keer resultaat zien hoe deze attractie is gemaakt. We gaan wat etenskraampjes maken rond het park, want ik kreeg weer een melding. Volgens mij houdt Gio ook wel heel erg van hamburgers. Volgens mij. Gio is wel echt een. Ja, ik begin over Gio, want hij zit hier in het kanaal. In het opnamekanaal. Ik had gehoopt Lekker dat hij wat. Lekker backtastietjes zouden wel in kunnen. Kijk, dat is Gio. Hai, hai. Zo. Je was even bezig. Ik had me gewoon weer van mijn schoolwerk af, jij. Hè? Ja, sorry. Ik moet wat doen, hè? Nou, ik heb. Ja, ik heb als jullie hebben gekeken, heb ik. Ik heb morgen een examen Nederlands en dan woensdag heb ik mijn eindexamen van school. Dat is echt heel spannend. Want dat mag ik zeg maar niet verprutsen. Oei. Ja, dat wordt echt heel erg zenuwslopend. Maar ik denk dat je niet, ja je hebt altijd gezonde spanning voor examen. Maar ik denk dat je ook gewoon heel relaxed moet wezen, denk ik. Moet je gewoon rustig houden. Ja, net als Bassie. Gek laten maar. Ja, je rustig inderdaad. Komen, stil. Inderdaad, nou precies, daar heb je het voorbeeld al. Ja, nou, als ik naar een clown moet luisteren, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk dat je dan wel heel erg ver weg bent, maar... Ja, dan heb ik al heel veel bier op. Maar ik drink dan niet zoveel. Dus dan komt het twee keer eraan, hè. Zo, als je geen alcohol drinkt, regelmatig, en dan in één keer wel... Laat het dan, zwaarder, bam, als je het dan in één keer wel keihard gaat doen, ja. Ik heb al maanden niks op. Als ik dan in één keer. Oh. Ja, dus als ik in één keer iets drink, dan. Bam, jongen! Wow! Gelijk coma. Ja, gelijk coma zuipen. Is dit rum? Nee, jongens, alcohol is slecht voor je. Dus kijk niet naar video's waarin wordt verteld hoe je een drankje in elkaar moet zetten. Het is een beetje raar. Inderdaad. Want dat doen de barmannen wel. Dat hoef je echt niet zelf te doen. Nee, precies. Die moeten ook betaald krijgen, de barmannen. Toch? Anders heeft het geen nut. Nee, of staan die daar ook alleen maar... gaat iedereen het zelf maken? Ja, je dat weet is zelf. Niet zo handig. Je weet zelf. Wat dat? Wat dat met mayonaise? Mayonaise. Ik vind de buitenkant wel heel mooi van die attractie. Want het is heel druk en het ziet echt goed uit. Dat heb ik echt leuk gedaan. Weet je, ik geloof je op je woord. Ja, je kan niet zien, hè? Nee, ik zie helemaal niks. Sorry. Misschien moet je ogen open doen. Helpt dat? Ja, heb ik al geprobeerd, maar ik zit alleen maar tegen mijn eigen scherm aan te kijken. Oké. Kan dat voor jou net niet zien. Sorry. Val me tegen van, joh. Dus je ziet ook niet dat ik nu wat aan het plaatsen ben, hier door het heel park, zo? Helemaal niks. Oh, jammer. Ik was daar een boompje aan het neerzetten. Dat is niet zo heel bijzonder, maar... Ja, er zitten wel een paar mooie bomen bij. Ik denk van, jammer dat ik die even niet een glimp kan van opvangen, want... Toch wel? Ja. De hulst, de kleine hulst, dat is ook een hele leuke boom. Ik ben het wel aan het opvullen hier, want we willen natuurlijk dit stuk willen we natuurlijk klaar hebben van het park. Zodat we ons bezig kunnen houden met het laatste stuk van het park. Dat is belangrijk. Want mensen zitten op te wachten. Vinden ze, wanneer doe je je park nou eens voltooien? Je bent al zo lang bezig, we zitten al in aflevering 18. Nou, ik vind het best dat ik het aardig heb gedaan, toch? Een 18 aflevering? Ja. Dat doe je wel netjes. Oh, nee, want in het minder aflevering, want we hebben natuurlijk een ander park gehad in het begin. Weet je nog? Ja. De eerste aflevering was heel anders, met de oude borden nog. Oude, zag je dit witte vlakte niet onder en boven mijn hoofd? Dat was allemaal heel anders toen. Ja. Dat is gewoon allemaal heel anders. En toen ik zag dat jullie de serie zo leuk vonden, heb ik gezegd van oké, ik maak gewoon een heel nieuw park. Ik begin gewoon opnieuw met de serie, ik ga verder met de serie, maar ik ga met een nieuw park beginnen. En dan krijg je ineens dit.
Nou, ik maak nog. Ik heb wat bomen neergezet. Ik ga nu eventjes wat. Even kijken. Wat eten drinkjes, drankjes maken hier. Eten drinkjes. Eten drinkjes. Wat is dat? Nou, zeg maar als je. Is dat nieuw? Ja, eten drinkjes. Zijn heel bijzonder. Ik ben benieuwd. Ik ook. En wanneer kunnen wij dat dan verwachten? Tussen oktober en januari. Oké. Dan ik moet even alle attracties openen, want ik bouw zeg maar attracties, maar ik ben ze vergeten open te zetten. Want dat is ook heel erg handig. Dat betekent dus ook dat ik ook de boomstamattractie openzet en ik denk dat die attractie best wel gaat scoren. Heeft hij al een wachtrij? Ja toch? Ja zeker. Monteurs kunnen houden de achtbaan 1 met onmogelijk bereiken. Dat klopt. Oké, dat is de enige achtbaan die ik dan nog even uitzet. Goed dat er een melding over komt. Oh, we moeten dit gebied nog verder maken. En ik zou nog wat flatrides neergezetten. Dus ik denk dat ik dit gebied ook nog mooi maak. En deze achtbaan ook. Hè. Moet je kijken hoe kaal die nog is, jongens. Ik heb nog niet eens... Want dat is schande. Ik heb nog niet eens een station gemaakt. Jeetje. Nou, dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Die flatrides zijn niet zoveel werk namelijk. Even kijken hoor. Nou, als je sommige let's plays kijkt van mensen, dan zitten ze op aflevering 53 en hebben ze nog maar één gebouw neergezet. Dus het valt nog redelijk mee met... Ik probeer wel een beetje tempo erin te doen. Zo, bloemetjes hier plaatsen. Bloemetjes hier, bloemetjes daar. Zo. Hier nog wat bloemetjes. Hier zo bloemetjes. Oh, ik verschuif mijn venster mee. Zo. Handig. Ja, heel handig. Ik heb hier een houten achtbaan neergezet. Helemaal op elkaar gebouwd. Het ziet er wel apart uit hoor. Ik zou best wel even een ritje snel willen maken in deze achtbaan. Aangezien we een nieuwe layout hebben toegevoegd. Dan doen we ook gewoon hier nog een onride van. Daar gaan we. Wie! Tempootje erin, lekker hoor. Remmen. Heel vet. Het is even wennen om dit als realistisch aan te zien. Dat stuk wat ik hier heb gebouwd. Helemaal in elkaar gebouwd. Maar ik vind het wel wat hebben. Ja, ik vind het wel enigszins... ja, het heeft wel wat. Oké, ik wou nog wat flatrides maken. Ik laat hier waar had ik nog plek gemaakt om iets te bouwen. En we hebben ook nog een junior achtbaan. Wat zat je aan te denken, Gio? Zo een junior achtbaan of gewoon een flatride? Heb je al veel flatrides of niet? Niet veel. Dan zou ik lekker voor een flatride gaan. Oké. Dat is leuk af en toe. Ik heb ook nog geen reuzenrad en zo, maar ik heb ook niet echt een punt in het midden. Of hadden we wel een reuzenrad? Dan ben ik het kwijt. Nee, we hadden nog geen reuzenrad. Terwijl zonde is, want je kan een heel groot rad in het midden zetten van het park. Ik zou hem eventueel daar wel kunnen zetten, hier zo. Ik denk dat dat wel leuk is als we een reuzenradje toevoegen hier in dit gedeelte. Zo, oké.
Ja, dat vind ik een heel goed idee. Ik zag hem staan. Ik denk, waarom hebben wij die niet in het park staan? De Giant Ferris Wheel. Oh, die is ook echt ontzettend huge. Jeetje. Mina. Hebben we niet een kleinere? We hebben toch een, je hebt toch ook nog een kleine reuzenrad? Hier, reuzenrad. Oh, die, maar die is echt mini. Nou, als je dat daar neer moet zetten, dan weet ik het ook niet. Dan ga ik liever voor die grote. Even kijken of we daar plek voor hebben, hoor. Of dat we daar plek voor kunnen maken, misschien. Deze is echt de Giant Ferris Wheel. Is wel echt een prachtige attractie. Wat een groot ding, joh. Jeetje. Dat is wel echt heel stoer om die in het midden van het park te zetten hier. Ik ga hem hier denk ik plaatsen. Het is al gewaagd. Maar ik wil hem wel heel erg graag in het park hebben. Een gewaagde keus. Ja, toch? Moet je af en toe ook eens overwegen natuurlijk. Ik ga hem gewoon plaatsen. Plan doen. Oh, ja, maakt het uit. Echt, echt heel huge hoor. Maar ik vind hem wel ontzettend bijzonder staan. En hij staat ook mooi gethematiseerd bij de andere dingen. Dus ik vind hem al gelijk een pluspunt. Wauw. Wat een verbetering. Ja, ik zag hem staan. Ik was al eigenlijk helemaal verkocht. De Ferris Wheel, jongens. Een attractie, eigenlijk een must-have. En deze is natuurlijk wel echt iets bigger dan we normaal zien in de pretparken. En ik maak hem roze met groen. En dat roze is een beetje opvallend rood. We hebben niet echt een standaard groen met rood, dat vind ik wel leuk. En zwarte ondersteuning, juist. En dan zeggen wij de ingang hier. Gaat dat nog? Even kijken. Kijk hoor, is dit, kies een ingang voor de attractie. Oh zo. Zo. En de uitgang die komt hier. Gaaf hoor. Ja, ik dacht eerst dat het met de draaimolen was zeg maar de... Ja, dat was de, zeg maar de main attractie. Die staat gewoon in het midden. Maar deze wordt nou echt heel vet. Haalt hij dat jongens? Als we dit doen zo. Wacht even hoor. Juist! Vince, genius! Als we dat daar ook doen, kunnen we dat daar ook doen. Zullen we dat gewoon een andere kleur maken? Even kijken hoe dat eruit ziet als we deze, zeg maar, die kleur maken. Want dat ziet er ook wel beter uit. Zo, schuin, die weg. Schuin, schuin. Haalt hij dat? Dat moet hij halen toch, jongens? Ja, daar heeft hij hem ook schuin. Oh, dat ziet er schön uit, joh. Ik had hem 1 moeten opschuiven, zie ik nu net. Dat maakt hem nog beter. Oké, dat ga ik nu gelijk doen. Uitgang. Zo. Zo. Oké, de Ferris Wheel. Ik ga hem gelijk openen. Want ik vind het echt ontzettend vet dit. Kijk dan, wat een huge attractie, jongens. Moet je kijken. De hoogste attractie van het hele park. Maar hij staat echt heel leuk. Oké, hoe ik dit ga oplossen aan de zijkant. Dat doen wij met behulp van... even kijken hoor, ik ben zo heerlijk bezig alweer. Het is een wat langere aflevering dan normaal. En dat betekent dat we alweer moeten afsluiten, jongens. Oh nee! Nou, het gaat echt hard hoor. Als je heerlijk bezig bent en jullie kijken ook heerlijk naar wat ik aan het doen ben hier, dan ja, dan schiet het op. Ik wil zeg maar hier voordat ik afsluit, wil ik hier nog van die panelen maken. Van die panelende.
Zo, decor is dit, hè, jongens. Moet je niet vergeten, dat zijn decorstukken. Voor die attractie, deze. Zo. Nou mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden en dat we weer een nieuwe attractie hebben gebouwd in het park. En zo breiden wij alsmaar uit en wordt het allemaal zo steeds vetter en veel cooler. Bedankt jullie voor meedoen en je ziet ons in de volgende video. Of mij alleen. Doei doei! Doei!